Savage Gear, dus de 150 model. Hij is high and dry, dus je zit hoog en droog op het water. Hij heeft meerdere luchtkamers. Hier heb je de stoel en hij heeft, wat het voordeel is bij deze, is dat de bodem ook opblaasbaar is, dus waardoor je extra hoog op het water zit. Zo kun je wat sneller verplaatsen en heb je iets meer overzicht op het water. Ik heb er verder van alles op zitten. Laten we hier beginnen. Ik heb een steuntje bij me altijd voor de foto's. Er zit een GoPro'tje in. Allemaal van Scotty. Hartstikke makkelijk om mee te nemen. Dus ook, alles past op elkaar, dus hartstikke mooi spul. Dieptemeter. Gewoon een simpel ding, 5-inch schermpje. Niet te veel poespas. De accu. Een lichtgewicht accu bij me. Ja, vertel daar eens wat over, Nick. Want ik heb hem net in handen gehad. En het is echt belachelijk hoe licht het eigenlijk is. Ja, hij is heel licht. Is ideaal voor die bellybootvisserij. En je hoeft zo ook niet zoveel mee te sjouwen aan kilo's. Dus dat werkt zeker wel in je voordeel. Hij gaat ook heel lang mee. Je kunt echt wel twee dagen, volle dagen vissen, gaat hij mee. Ja, dat is een ideaal ding. Hey, en om de vis te landen, ik heb helemaal niks bij me, maar jij hebt zo'n verrekte handig net bij de boot zitten. Vertel daar eens wat over. Ja, deze, als ik deze niet bij me heb, dan ga ik de deur niet uit. Want ik vind dit is echt een must-have voor de bellybootvisserij. Het is een drijvend schepnet, dus deze kun je altijd bij je houden. Ik leg hem altijd zo hier op en je hebt er helemaal geen last van. Hij blijft op het water drijven, zoals je kunt zien. Dus wanneer je een vis gehaakt hebt, een mooie grote baars, dan leg ik hem altijd even in het net. Zo kan hij even bijkomen. En kun jij je camera klaarmaken. En zo kun je een perfecte foto schieten. En je nou toch ook nog even, hè, omdat we nou eenmaal voor Roofmeister filmen. Laat nog heel even jouw meetpakje zien, want dat vinden we natuurlijk wel top, hè? Deze is handmade, hè? Er is er maar eentje van, dus... De enige echte tevens allereerste meetplank van de Roofmeister, mensen. Yes. Nee, die heb ik zelf gemaakt. Een beetje, als je een beetje handig bent, dan is het niet al te moeilijk. Meetlintje erop en een mooie sticker van Roofmeister. Ideaal, ja. De meetplank, dat is toch wel een handig dingetje, Nick. Helemaal vanuit de bellyboot, ja. Volgens mij. Ja. Geklooi met meetlint, dat is niet te doen. Dus de enige en juiste manier om een vis te meten is gewoon plat op de meetplank met het bekkie tegen het frontje aan. Zit je altijd goed? Yes. Top.